Hoi, ik ben Danielle en welkom bij dit flitscollege over de menstruatiecyclus. We gaan het hebben over de ovaria, het endometrium en de hormonen. En natuurlijk hoe deze drie samenwerken tijdens de cyclus. Onder invloed van hormonen rijpt een follikel uit van een primordiaal follikel naar een rijp follikel. Wanneer deze follikel barst en het eitje vrijkomt, het eitje wordt ook wel ovum genoemd, noemen we dat de ovulatie. Dit gebeurt gemiddeld 14 dagen na de eerste menstruatiedag. Het eitje zal via de eileiders naar de baarmoeder reizen en mogelijk bevrucht worden. De overgebleven follikel ontwikkelt zich tot corpus luteum, het gele lichaam. In het geval dat het eitje bevrucht wordt door een zaadcel, gaan we spreken over een zwangerschap en gaat het corpus luteum een grote rol spelen. Zie hiervoor mijn filmpje over zwangerschap. Als het eitje niet bevrucht wordt, zal het corpus luteum degenereren tot een corpus albicans, een wit lichaampje. Op voorbereiding voor een mogelijke bevrucht eitje bereidt het endometrium in de baarmoeder zich voor door te verdikken. Tijdens de menstruatie wordt de bovenste laag afgestoten. Een basislaag blijft zitten om alle volgende maanden weer het endometrium te kunnen opbouwen. Zoals alle hormonen die we in ons lichaam hebben, worden ook de vrouwelijke geslachtshormonen aangestuurd via de hypothalamus en hypofyse in de hersenen. De hypothalamus scheidt LHRH uit, waarop de hypofyse follicol-stimulerend hormoon, FSH, en luteiniserend hormoon, LH, gaat uitscheiden. FSH stimuleert de follicol om oestrogeen te produceren. LH zorgt ervoor dat het corpus luteum progesteron gaat uitscheiden. Meer over hormonen kan je leren in mijn filmpje over endocrinologie. Deze drie componenten worden nu zo apart uitgelegd, maar eigenlijk moet je het natuurlijk als één geheel zien tijdens elke cyclus. Daarom komt er nu een schema wat er nou precies wanneer gebeurt. Dag 1 van de cyclus is de eerste dag van de menstruatie. FSH stimuleert de rijping van een nieuw follikel. De follikel gaat hierdoor steeds meer oestrogeen uitscheiden. En door het oestrogeen wordt er steeds meer FSH en LH uitgescheiden. Door deze steeds hogere hoeveelheid FSH wordt de oestrogeenuitscheiding nog verder aangewakkerd. Het endometrium reageert op de oestrogenen door te verdikken en zich voor te bereiden op de ontvangst van een bevruchte eicel. De oestrogeen, LH en FSH-spiegels pieken, de ovulatie vindt plaats. De LH-piek stimuleert de ontwikkeling van het corpus luteum en die produceert progesteron. Het oestrogeen daalt. Door de hoge progesteronspiegels worden via negatieve terugkoppeling de hypothalamus en hypofyse geremd, waardoor LH en FSH afnemen. Dit voorkomt het uitrijpen van een follikel als het lichaam er niet klaar voor is. Het endometrium wordt onder invloed van progesteron eudemeteus. Oestrogeenspiegels blijven verder dalen, net zoals het LH en FSH. Als bevruchting uitblijft, zal door het gebrek aan zwangerschapshormoon beta-HCG het corpus luteum degenereren naar een corpus albicans. Hierdoor daalt het progesteron. Door de combinatie van laag oestrogeen en progesteron komt de menstruatiefase. Hierbij wordt het verdikte endometrium afgestoten samen met het onbevruchte eicelletje. Bij de lage oestrogeen- en progesteronspiegels worden de hypothalamus en hypofyse aangewakkerd om weer FSH en LH uit te scheiden. Een nieuwe cyclus begint. Samengevat heb je vandaag geleerd dat de menstruatiecyclus door drie grote spelers geregeld worden. De ovaria, het endometrium en de vrouwelijke geslachtshormonen. Van woorden zoals follikel, ovum, ovulatie, corpus luteum, FSH, LH, oestrogeen en progesteron weet je wat ze betekenen en wat hun rol is binnen de cyclus. Bedankt voor het kijken!